En dan ga ik nu met jullie... Wow, zo... Oké, even een beetje fixen. Ik ga nu met jullie aan jullie laten zien wat ik eigenlijk altijd gebruik voor mijn skincare. Want ik krijg daar best wel vaak de vraag naar. Nou, dan moet ik zeggen dat ik net 2 pukkels heb. Dus, maar goed, ik gebruik dat eigenlijk elke dag. En het is dus nu ochtend en ik ga straks gewoon mij klaarmaken en zo. Maar ik probeer dus eigenlijk altijd wel gewoon in de ochtend en in de avond mijn gezicht te reinigen. En dat doe ik op precies dezelfde manier. Dus elke avond reinig ik sowieso mijn huid. En ik probeer gewoon voor ik mijn make-up op te doen ook nog een keer te reinigen. Zodat het gewoon lekker schoon is. Ik moet zeggen, ik ben mega wit. Maar goed, dan moeten we het mee doen en we gaan gewoon lekker beginnen. Dus als jij benieuwd bent wat ik gebruik voor het reinigen van mijn gezicht, blijf dan vooral zeker even kijken. En daarna gaan we ons opmaken. Het eerste wat ik altijd gebruik is deze gezichtsreinigingsmoes van Nivea. Dit is hem. Dus die schud ik altijd een beetje. Doe ik 1 pompje van. Het is echt zo'n lekkere mousse. En daarmee ga ik over mijn gezicht. Even een beetje zo. En dit reinigt het allemaal. Lekker een rode kop weer. Zo. Misschien zie je het niet, maar hij is best wel smerig. Dan pak ik een schone en daarmee ga ik mijn ogen schoonmaken. En daarvoor gebruik ik deze. En deze heb ik opgestuurd gekregen. Dit is niet gesponsord, maar hij is mega fijn. Het is de make-up remover voor lids, lashes en lips van Clinique. Ja, en daarmee ga ik gewoon over mijn ogen heen. En dit is het. Zoals je ziet zie je nog steeds wel wat zwart. Het laatste stapje wat ik gebruik voor het reinigen van mijn gezicht is deze gezichtslotion van de Kruidvat. Pak ik weer zo'n watje. En dan doe ik een klein beetje op en dan ga ik gewoon nog even als laatste keer over mijn huid heen. Deze is voor de droge huid. En nu is die eigenlijk wel zo goed als schoon. Dus dat is top, dat is wat je wil. Dan smeer ik mijn lippen even in met deze Carmex lippenbalsem. Als laatste gebruik ik deze Garnier Skin Active dagcreme. En hij is echt bijna op. Ik kan misschien maar 1 keer er doorheen. Ja, echt. Hij is dus echt bijna op. En als die op is, gebruik ik deze van Clinique. Zo, en dat was alweer eigenlijk mijn gezicht skincare routine. Ik ga nu naar de ethos, want ik ga een challenge met jullie doen. Oh, ik zou trouwens even uitleggen wat eigenlijk de bedoeling weer is. Ik ben namelijk ambassadeur van de Ethos Friend voor deze maand. En dat is mega leuk. Nou was de bedoeling dat ik dit in mijn weekvlog zou doen. Een 3 minuten challenge. Maar ik doe even geen weekvlog. De komende tijd zoals jullie weten. En ik kom gauw weer terug hoor. Ik ga niet volledig stoppen. Maar daarom dacht ik dan combineer ik dat gewoon met mijn reinigingsroutine. Want daar heb ik heel veel vragen naar gekregen. Dus dan zien jullie dat ook gelijk. Maar nou mag ik namelijk een look creëren. En het maakt niet uit welke look. Je kan 4 looks. Een pastel look. Een weet ik veel party look. Whatever. En ik ga jullie straks laten zien wat ik heb gekozen. En dan is mijn challenge voor deze maand. Om mij in 3 minuten op te maken met een ethos product. En dat gaan jullie straks allemaal zien. Dus ik neem jullie ook mee naar de winkel. Ik heb ook een cadeaubon gekregen van ethos. Echt mega lief. Ik word hier niet voor betaald. Het is geen betaalde promotie. Laat dat even duidelijk zijn. Ik heb alleen een cadeaubon opgestuurd gekregen. Verder word ik hier niet voor betaald. Dus ik vond het gewoon een heel erg leuke challenge. En ik sta zeker achter ethos. Want ik hou van ethos. Dus laten we gewoon beginnen. Let's go naar de ethos. En ik ga me even omkleden. Want dit was mijn chill outfit. Zo, half vloggy stijl. Maar ik draag dit petje van Lily. Die doe ik lekker op. Dit shirtje en deze broek is van Chiquelle. En ja, ik heb de grootste blunder ever. Ik heb zwarte sokken en witte gimpen. Kan niet, I know. Ik wou zwart gimpen aan doen, maar ik kon ze niet vinden. Toen dacht ik, boeien, ik ga alleen maar even naar de ethos. Dus we doen gewoon even wit gimpen aan met zwarte sokken. Dus, no go, I know. Ja, ik ga nu echt.
heel veel keus. Ik heb nu deze twee van de Essence. Maar die onderste is wel echt pastel. Ik denk dat ik die ga doen. Is ook maar 7 euro. Deze is pas mooi. Kijk. Maar hij is al gebruikt. Zo, en daar zitten we weer. Ik ga mijn pet afdoen, want dat is natuurlijk niet fijn met opmaken. Ik ga jullie laten zien wat het is geworden. En ik moet zeggen, ik heb precies 13 euro uitgegeven. Zo, helemaal leuk. En ik had 15 euro cadeaubon. Dus dat is echt perfect gelukt eigenlijk. En ik ga dus voor de pastel party look. En de 3 minuten ga ik gewoon indoen vanaf mijn ogen en zo. Als ik die ga opmaken. Want dan doe ik gewoon eerst de basis alvast op. En dan ogen en zo, dat ga ik de 3 minuten challenge doen. Want daar draait eigenlijk de hele look om. Ik ga jullie het gelijk laten zien. Ik ben uiteindelijk gegaan voor deze Essence palet. Hij is mega mooi. Maar het is perfect pastel. Dus ik hoop dat hij een beetje pigment heeft. En deze was maar 4 euro. 3,99 euro. Dan voor de lippen. Dit is echt een heel mooi kleurtje. De Stay Setting Liquid Lip Color. En deze had ik van Rimmel. Dus hier ben ik heel erg benieuwd naar. En als lip liner ben ik gegaan voor de Essence Soft Contouring. In de kleur 07 Lost in Love. En dit was trouwens de Stay Setting Rimmel London. In de kleur 130 Yuppie. Ik ga een stuk. Dus die. Ik ga nu de basis erop kwakken. En dan gaan we beginnen met de make-up look. Oké, okay, let's do it. 3, 2, 1. De basis zit erop. Ik ga jullie eerst even alle producten laten zien wat ik ga gebruiken. Zodat ik dat niet onder de 3 minuten hoef te doen en dan tijd bespaar. Daar is over nagedacht. Ik gebruik uiteraard alles van de Ethos. Deze, hij is een beetje smerig, maar de gouden bronzer palet van de Ethos. Hier gebruik ik de bronzer van om te gaan contouren. Voor de blush gebruik ik ook dit Ethos paletje. 801 Face Palet. De blush gebruik ik en de highlighter. En voor de rest dus wat ik net heb gekocht. Are you ready? 3, 2, 1. Oké, go. Bronzer. Oh, ik haat deze stress toch. Oh, normaal doe ik eerst bronzer voor de wenkbrauwen. Dat is heel naar, want nu kan ik ze niet raken. Zo, de knetter. Oké, okay, next. Blush. Pastel, die is wel echt mooi pastel. Heftig. Heftig, heftig. Waar is de, hier. Ja, next is de highlighter. Oh, nou, ik gebruik wel deze. Oeh. Glow. Zo, ik leg mijn popje. Oh, ik moet niet truizelen. Ik weet niet hoe lang ik heb. Dat ding gaat vanzelf af. Goed, dan gaan we verder naar de ogen. En voor de ogen gebruik ik dus dit paletje. En oeh, wat ga ik doen? Ik begin met deze lichtroze kleur over mijn gehele ooglid. Wauw. Oh, wauw. Hij is mooi. Oeh, I like it. Oké, okay, niet truizelen. Next. Dan ga ik voor deze in mijn. Oké, okay, geef even af. Heel erg. Een kaderboog. Een roze. Oh, het is een mooi paletje. Ik zou niet weten hoe lang ik nog heb. Het gaat helemaal fout. Oké, okay, blenden gewoon met een huidskleurige. Altijd goed blenden. Zo. Oké, okay, dan pakken we een andere kwast. Snel, Floor, nu. En daarmee gaan we in de. Ik geef wel echt af. Deze iets donkere rozige. Wauw, zo mooi. En daarmee gaan we het nog één keer in de Acadebo. Om nog meer diepte te geven. Dit is echt een mooi paletje. I failed. Ik ben op zich nog niet verkeerd. We gaan het gewoon lekker afmaken. Dit is in 3 minuten mijn lookje. De basis vind ik echt heel erg mooi. Dat kan ik zeker vaker gebruiken. En de ooglook. Ik ben nog lang niet klaar zoals ik zei. Maar dit paletje is zo mooi. Dit is dus de Essence Blushed Eyeshadow Palet. Hij is echt, echt een hele aanrader. Normaal vind ik met Essence dat je niet gouden kleur ziet. Maar je ziet ze echt hoor. Dat is echt tof. Maar we gaan door met de ooglook. Ik ga gewoon nog even deze lichtroze
weer opnieuw een beetje aanbrengen aan de binnenkant van mijn ooghoek. Dan doe ik snel mascara op en dan gaan we verder met de lippen. Zo, de ogen zitten erop. Echt, ik vind het zo mooi. Echt wel roze, maar dat was ook wel het thema, pastel. Ik ga deze lipliner nu opdoen van de Essence. Oeh, hij is fijn. Echt zo fijn. Zacht ofzo. Het is niet dat ik denk, god, wat een potlood zit ik nou weer om mijn lippen te smeren. Als laatste de lippenstift aanbrengen van Rimmel London. I like it. Het is heftig, maar ik vind het heel erg vet wel ook. Dit is de look geworden. Oh, de lippen zijn zo mooi. Ik vind het echt een pastel look. Het is echt, echt geslaagd. Ik ben helemaal blij. Ook al is het niet binnen de 3 minuten gelukt. Ik vind de look echt heel erg mooi. Dan was dit de challenge en de extra video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nogmaals, dit is niet gesponsord. Ik ben Ethos Friend Ambassadeur, hoe je het ook wil noemen. Dus mocht ik deze maand challenge aangaan of niet. Ik heb dus wel de cadeaubon gekregen, maar ik word hier niet voor betaald. De challenge in 3 minuten is niet gelukt, maar de look is absoluut zeker gelukt. Echt een aanrader. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga gauw weer beginnen met de weekvlog. Jullie zien het vanzelf wel verschijnen. En heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie tot gauw. Doei doei!